Goedemorgen deze morgen. Ik zit hier op schoot met Alira die half haar broodje aan het eten is en juf Roos aan. Nou, dan kan je denk ik wel raden wat er aan de hand is. Ze is, nou ja, moe nu vooral, maar ze is gewoon nog steeds niet fit. Al stond ze vanmorgen oké op. Dus we hebben wel gymles gehad. Tenminste, ik ging daar gewoon heen. Ik dacht, weet je, ik probeer het gewoon. Ik zie het wel. Gaat het niet, dan of hangt ze gewoon lekker de hele tijd in mijn armen tegen me aan. Maakt niet uit. Maar waar ze dan wel wat mee wil doen, wil ze meedoen. Dus ze zijn het gewoon gaan proberen. Nou, en zo pakt het inderdaad ook wel uit dat ze het deels gewoon leuk vond en meedeed. En echt goede dingen deed. Ze gingen rollen, want vandaag was ze sport freerunnen. Nou, daar hadden ze heel parcours met een soort berg waar je overheen kon klimmen. En dus ook iets waar je af kon rollen en zo. Nou ja, dat deed ze echt wel heel erg leuk. En ze heeft voor het eerst, ze aan het einde van de gymles krijgen, ze hebben een boekje en die mogen ze dan af laten stempelen voor die les. En dan al die kinderen staan om die meester heen. En zij staat er dan ook een beetje bij met het boekje in de handen. En opeens gaf ze het boekje serieus aan Bo, pas op hè, aan de meester. En toen dacht ik, wow, ze geeft hem gewoon echt aan. Oh, ga je eigen brood pakken? Nou, dat mag ook als ze erbij komt. Maar toen ging ze het boekje aangeven. Dacht ik, ja, wauw. En toen gaf ze dat boekje en toen rende ze heel erg terug naar mij. Dacht ze, oh, help mama. Toen zei ik, ja, maar Alira, ik krijg het boekje ook nog terug. Ga maar. Juffrouw Roosie ging zwaaien. En toen ging ze ook zwaaien, schattig. Maar toen zei ik, je krijgt het boekje ook nog terug. Ga maar weer pakken. En toen, lief het. Ach, wat is het? Zit je nog goed? Zo, is het broodje lekker? Hi! Dus toen ging ze het boekje weer ophalen en dat deed ze echt heel erg goed. Maar de koek was wel echt op. We hadden al bedacht dat ik meteen door ging boodschappen doen, zodat ze even wat tijd... Gaat het? Oh, wacht even. Gaat het? Oh, ik schrik me kapot. Gaat het? Voorzichtig eten, lieverd. Oh, man, dan gaat je hart toch gewoon keer 100. Ik weet niet meer waar ik was, maakt ook niet uit. Oh ja, boodschappen ging ik meteen doen om tijd te vullen. Nou ja, ik had een banaantje gegeven daar, maar die wilde ze ook niet eten. Ze heeft net twee keer heel vies, dun poep gehad, dus ik denk of niet fit. Inderdaad, maar ze heeft geen koorts nu, dat is het hem. Dus ik denk gewoon tandenpoep. Oftewel, er komen tanden door, denk ik. Je weet het nog niet. Dus zij gaat zo vroeg op bed. En dan hebben we vanmiddag weer een bezichtiging. Eén nieuw huis en één huis waar we naar terug gaan, waar we met open dag waren. Goed zo, schatje. Dus dat is spannend. Alira, wil je nog een stukje brood? Wil je die? Ja. Lekker? Dus ik ben benieuwd hoe die bezichtiging gaat. Maar Alira die moet mee. Want zij kan niet even ergens gaan spelen vanmiddag. Dus ik hoop dat ze zo meteen echt even goed slaapt. Goed lang slaapt. En dat ze dan fit genoeg is om mee te gaan zo meteen. Maar het wordt geen leuke dag zo. Zo, ik zit in de auto met mijn knappe jonge dame. En hier zat mijn knappe jonge heer. Maar Richard die is heel even daar de Diebo in. Want onze poes Abby, die had gisteravond, zagen wij, in de wasbak geplast. Vraag me niet waarom ze in de wasbak heeft geplast, maar daardoor zagen wij wel dat er bloed bij haar urine zat. Dus we hadden de dierenarts gebeld vanmorgen. En we moesten wat urine proberen op te vangen en even langsbrengen. Nou ja, grote kans dat het dus een blaasontsteking is. Nou was het gelukt om urine op te vangen, want Richard die had haar in de slaapkamer gehouden bij hem met een lege kattenbak. En we hadden wat natvoer gehaald met genoeg water. Oh, daar komt Richard alweer. Met wat water, zodat ze veel vocht binnen zou krijgen. Is het gelukt? Ja. Ja? Zo. En nu?
Nu is het even 10 minuutjes, kwartiertje wachten. Oh, en... zo kort, lang. Kort. Kort, ja. Ik vind het super kort. Alleen dat is te lang voor ons om te wachten. Dus ze gaat mij zo meteen bellen. Oké, want wij gaan nu door namelijk naar een bezichtiging weer. Dit keer in Nieuwegein. En daarna gaan we dus weer door ook naar een huis in IJsselstein waar we ook eerder zijn geweest. En dit keer met de aankoopmakelaar. Allebei zijn het met de aankoopmakelaar bij. Alira die moet mee, want we hebben geen plek voor haar nu op het moment. Maar goed, het nadeel is even dat Alira heel, heel, heel erg aan diarree is. En we dus even hopen dat ze het voor nu even de komende uren binnenhoudt. Want ik heb al meerdere luiers verschoond en doorgelekt en die hele mikmak. Dus we hebben extra kleren meegenomen, nog meer extra kleren dan normaal. Zodat we er eventueel kunnen omkleden mocht ze inderdaad poepen en doorlekken, weet ik veel wat. En ze is gewoon niet fit. Ze heeft oké geslapen, maar was wat vroeg wakker weer doordat ik er vroeg op bed had gelegd. Nou ja, en dit gehoest. Dus ze is niet helemaal de goede zelf. Maar ja, we gaan er veel dragen en meer kunnen we niet doen. Want de draagzak, die hebben Jos en Lil geleend, want die zijn een weekendje weg. Dus precies, dan zie je te grijnzen. Ja, nee, dit dus. Precies het moment. We gebruiken hem nooit. Ja. Precies het moment dat we hem alleen gebruiken. Ja. Dan is hij er niet. Ja, lieve. Oké. Okay. We gaan weer rijden. Ja, ik hoop niet. Je hebt niet gepoept, hè? Maar ze zegt op alles ja. Dus ja. We gaan zo even voor de zekerheid als we uit de stoel halen even snuf snuf doen. Maar mag jij doen? Ik doe wel snuf snuf en dan op naar de eerste bezichtiging van vandaag. Zo, daar waren we weer en we zijn onderweg naar huis nummer 2. Wat ik het fijne vond, Alira liefheid, wat is de schat? Ja, ze is klaar. Ze zat net ook op een gegeven moment heel hard te gillen de hele tijd. Toen ik dacht van, oh, sorry, sorry, sorry. Maar ja, kunnen we gewoon niks aan doen. Dus ik hou het even kort. Wat ik fijn vond in dit huis was, het was echt afgewerkt. Alleen, dit is een huurwoning geweest. En die is opgeknapt door een, hoe noemde die het? Ja, een flipper eigenlijk, zeg maar. Dus iemand die huizen opkoopt en dan weer doorverkoopt. En Alira... Oh, ze is klaar. Het is lastig dit. Maar die heeft er wel echt nieuwe dingen gemaakt. Nieuwe keuken, nieuwe badkamer, nieuwe wc. Alles helemaal netjes. En dat is wel echt wat je ziet. Het is netjes. Maar waar we dan hierbij tegenaan lopen, dit is wel echt de minimale grootte eigenlijk in een huis wat we willen. Dit huis is 120 vierkante meter. En dat is echt wel het minimum eigenlijk. Dus dat is een dingetje waarvan we denken, hey. En die flipper heeft het hier en daar. Richard, die zei iets met de... Het hangen en sluitwerk is meegespoten. Dus als je het raam, daar heb je zo'n slotje op zitten. Ik ga niet echt zichtbaar zijn. Ja, jawel, maakt niet uit. Okay. Op zich wel. Daar zit een slotje op. En dat slotje dat is gewoon meegeverfd. En ik vraag me dus ook af, als je sleutel erin steekt, überhaupt of je sleutel erin krijgt. En of dat het vlot nog werkt. Hier en daar wat rare dingen, zoals er zit een keuken in en daar zit een kast staat er tegen de muur aan met de oven die allemaal loopt op het plafond. En dan zit er om het hoekje zit er een kastje en dat gaat dan de andere kant op open en dat klapt dan open zeg maar tegen die kast van de oven aan. Ja, precies. En dat is gewoon raar. Nou ja, de koelkast gaat de verkeerde kant op open en dat soort dingen. Maar goed, dat zijn op zich dingen dus waar je Alira liefheid. Er zijn wel dingen waar je op zich zelf wel wat aan kan doen. We vonden het niet verkeerd. Alleen, misschien voor de grootte die het is en de prijs dan, vonden we misschien ietsje te duur. Ja, het is allemaal helemaal nieuw. Dus daarom betaal je wat meer voor deze grootte. Ja. Maar ik moet zeggen, ik vind het niet verkeerd. Dus we houden hem echt wel in ons achterhoofd. Nu gaan we dus weer terug naar het huis waar we al eerder zijn geweest met die open huizendag. Dit keer met de aankoopmakelaar. Ik ben benieuwd wat hij erover te zeggen heeft. En dan zijn we denk ik vanavond weer bij jullie terug als Alira weer op bed ligt. Ja, dit is niet avond dat ik nadat Alira op bed ligt dat we elkaar weer spreken. Maar kijk eens, grote hap. Mevrouw had honger en het is, hoe laat is het? 5:10. Ja, dus het is wel mooie tijd om te eten. Ja, want we hadden die tweede afspraak om 5:00 nu. Dus we hadden expres nog risotto die we al nog in de koelkast hadden. Dus ik ben even hier gaan zitten. Lekker lieverd?
Ja. Ja, om haar even wat eten te geven. Dit is echt voor het eerst ooit dat ik Alira zo eten geef achter in de auto. Maar ja, nood breekt wet. Is het lekker? Doe maar in je mond. Doe maar happen. Wat doen we hierin? Dan mixen we hem weer door het andere eten heen en dan eten we het zo nog een keer. Ja, inderdaad. En dan komt het andere goed. Eet smakelijk, Alira. Eet smakelijk. Zo, nog heel even een kleine update na onze tweede bezichtiging van vandaag. Met hier tussen ons in onze snacktray, want het is natuurlijk vrijdag. We hebben dit huis nu dus voor de tweede keer bezocht. En dit keer met een aankoopmakelaar of onze aankoopmakelaar erbij. En we zijn eigenlijk nog steeds wel enthousiast, hè? Ja, ja. Of vinden we de woonkamer is gewoon één hele grote open ruimte. De woonkamer, de keuken en de eetkamer. Ja. En ja, dat vinden we er gewoon echt enorm tof uitzien. Ja. En het is een wat ongebruikelijk huis, omdat het eigenlijk geen tuinen heeft. Maar het heeft een... Ja, een soort binnenplaats lijkt het eigenlijk. Ja. Laten we ook trouwens niet te veel weggeven, want... Eerlijk is eerlijk, mensen die dichtbij staan, die weten waar we wonen, maar het hoeft van mij niet per se online te staan waar we precies wonen. Nou weet ik dat het in dit huis waarschijnlijk heel makkelijk allemaal is, omdat er heel veel makkelijk te traceren dingen zijn die we hebben gefilmd in de omgeving. Dus hier is dat waarschijnlijk al mislukt. Niet omdat ik niemand vertrouw, maar gewoon om net het stukje privacy nog wel te behouden, vind ik dat wel prettig. Maar op zich was de aankoopmakelaar was ook zeker wel tevreden. Er zijn echt nog wel een paar dingen die gedaan moeten worden of zijn die verbeterd kunnen worden om het huis duurzamer te maken eigenlijk. Vooral toch. Maar conclusie is wel dat we eigenlijk hebben laten weten aan de aankoopmakelaar van ja, we hoeven er niet echt meer over na te denken. Gaan we kijken, of we willen wel proberen om te kijken of we dit huis kunnen krijgen. Nou gaf de makelaar aan dat hij vond dat de prijs waarvoor dit huis te koop staat, wel best wel heel hoog is. Dus hij zou wel lager gaan bieden. Dus daarin is het dan nog de vraag of het dan te laag gaat zijn wat we zouden gaan bieden. Maar goed, dat laten we een klein beetje aan hem over, want we vertrouwen ook hem erin met zijn kennis. Ja. Maar goed, we gaan dus wel een bod uitbrengen. Ja, ja, ik denk dat het wel gaat gebeuren. Ik weet niet of je morgen werkt, maar anders wordt het maandag. Ja, ja, we hebben het dus in ieder geval laten weten al eigenlijk meteen. En, dat wordt een spannend iets. En afwachten. Maar wat Richard zegt, het is niet het meest standaard huis wat er eigenlijk is. Ik heb ook altijd voor ogen, hè? Gewoon een standaard huis. Je woonkamer door, je komt in een hal waar een wc is en waar je trap is. Kom je nog door een deur, heb je om de hoek waarschijnlijk je keuken met je woonkamer voor je. Bovenverdieping, badkamer, 2 CQ3 slaapkamers, nog verdieping voor de zolder. Dat zie ik als een standaard huis. Ja. En die huizen hebben we ook zeker bezichtigd. Dit is dat niet. Maar het is wel echt een huis waar we in kunnen groeien. En waar we echt wel de komende jaren zoet mee zouden zijn. Ja, dit huis is een huis waar wij echt ons gezin kunnen stichten. En waar wij we hebben al gezin. Ons gezin kunnen laten groeien, probeert dit te zeggen. Toch? Mm-hmm. Oké. Ja, ik weet het niet meer. Oh, nee. We wachten het af, maar daar wilden we even deze avond mee afsluiten. We zijn ondertussen een hele maffe film aan het kijken. Ja. Downsizing heet die. Ik heb hem ooit al een keer eerder gezien, maar ik zou echt niet meer weten hoe of wat er allemaal precies gebeurd is. Richard die kende hem niet en die blijft alleen maar zeggen, wat een rare film. Ja. Maar we gaan gewoon lekker even verder kijken met dus onze snacks, want het is date night. En dan heb ik morgen een hele lange dag, drukke dag. Niet een dag die ik kan filmen. Maar dat horen jullie nog wel wat het gaat zijn. Goedemorgen. Hey Elira, waar zijn wij?
Oh, ja, het is weer ochtend en de leraar die heeft best wel goed geslapen eigenlijk. Alleen is nog steeds erg aanhankelijk. Nee, wij waren heel eventjes voor Abby wat medicijnen ophalen. En wij zijn in de dierenwinkel. Dus we zijn hier bij de krabpalen. En nou ja, degenen die wat vaker kijken, die zullen vast ook deze krabpaal wel herkennen. Ik zit op mijn knieën en hij staat op een klein beetje op hoogte, dus daarom blijkt hij zo groot. Maar dat is degene die wij thuis ook hebben. Kijk één, mijn leraar. Ja, oh, goed zo. Hé, hey, weet je wat ze hier ook hebben in de dierenwinkel? Ja, ze hebben visjes. Zullen wij eventjes bij de visjes gaan kijken? Vind je dat leuk? Ja, visjes. Goed zo. Zijn ze mooi, liefje? Kijk, we hebben hele mooie. We hebben gele visjes en oranje visjes. En hierachter, oh, dat zijn kleine dories. Kijk, een kleine dorie. Mooi, hè, liefje? Ik moet altijd wel zeggen, vissen vind ik altijd wel heel erg mooi. Van die mooie gekleurde vissen en zo. Alleen ik weet er helemaal niks van. Dus ik zou echt niet weten hoe je zoiets zou moeten onderhouden en hoeveel werk het is. Nou ja, misschien ooit, maar eigenlijk waarschijnlijk niet. Maar goed, dat betekent niet dat je niet lekker in de dierenwinkel naar visjes kan kijken. Ja, dat kunnen we zeker, hè? Goeiemorgens ook vanuit mij. Ja, kom maar, madame. Klimt maar op de bank. Kom er maar bij. Wat wilde ik zeggen? Ik weet het niet meer. Ik heb vandaag een hele drukke, volle, lange dag. Het is nu bijna 11 uur en ik ga bijna de deur uit. Want ik heb zo meteen het vrijgezellenfeestje van mijn vriendin Marijke. Die gaat volgende maand trouwen. Dus daar heb ik wel heel erg veel zin in. Ik ben blij dat ik toch kan gaan, want ik was de afgelopen dagen wat ziek. Maar gelukkig knapte ik gisteren aardig op dat ik dacht van ja, ik ga het wel gewoon volhouden. En het is een lange middag, CQ avond. Want we gaan eerst lunchen met z'n allen. Daarna is een workshop salsa dansen. Nou, voor iedereen die mij kent, weet ik kan niet dansen. Dus dat wordt leuk. En vervolgens gaan we nog ergens eten met z'n allen. En ga ik dan weer op tijd weer terug. Want vanavond is ook een basketbalwedstrijd. Thuiswedstrijd. En eigenlijk zou ik niet meedoen. Want we waren ook al met genoeg mensen. En ik dacht, ja weet je, als ik al de hele dag zo op pad ben. Dan ben ik denk ik te moe. Om ook nog te moeten spelen. Want het is dus 9:15. Maar... ik stond onder de douche vanmorgen en toen dacht ik, oh, ik heb toch echt heel veel zin om te spelen. Want afgelopen woensdag kon ik dus ook al niet trainen omdat ik ziek was. En komende woensdag kan ik ook niet. En er zijn na de wedstrijd van vandaag heel even geen wedstrijd. En Lera, wat ben je allemaal aan het doen? Wat ben je allemaal aan het doen? Zit je nou klem? Ja, dan zit je vast. Ja, ik weet niet waarom die er nog staat. Ja, die stond er omdat we de luchtbevochtiger daarop hadden staan. En die kon dan even de vochtige lucht wegblazen. Maar ze probeerde hier de stekker er weer in te doen. Want die had mama eruit gehaald, hè? Ja, mama dacht, ik win en ik haal de stekker eruit. Dan kan jij hem niet meer aandoen. Zo. Zo goed? Zo goed, mevrouw? Ja. Ja, gelukkig maar. Kijk, en dan gaat ze draaien, maar hij doet het niet. Nee, jammer joh. Waar was ik? Ik had toch wel echt zin om te spelen toen ik onder de douche stond. Dus ik heb aan mijn team gevraagd van, ik heb toch wel heel veel zin om te spelen. Willen jullie me nog hebben of zijn we nog echt wel met te veel? Want je wilt ook weer niet te veel wissels hebben. Want dan zitten we gewoon echt met heel veel mensen op de bank. En dan spelen er mensen gewoon kort omdat er toch doorgewisseld moet worden. Maar goed, ik neem gewoon mijn spullen mee. Stel dat blijkt dat ik toch moe ben of weet ik veel wat. Dan kan ik gewoon naar huis gaan, want ze hebben me niet nodig. Lukt het? Wat wil je? Ze doet zelf de kist open, hè? Dat is allemaal jouw speelgoed. Wil je Nijntje? Nijntje? Ja, wat zei je dat goed, lieverd. Zullen we deze eens uitpakken? Kijk. Wie is dat? Nijntje. Nijntje kan je gaan verstoppen hier onder de doosjes. Ga je Nijntje verstoppen? Veel plezier. Mag ik een huisje? Wat wil je? Wil je een huisje? Ja.
Oh, je moet hem even aandoen wel nog natuurlijk, want ik heb Nijntje niet aangezet. Maar goed, wat ik zei, als ik toch moe ben, dan ga ik gewoon wel naar huis. En als ik zin heb, of blijvend zin heb om te spelen, dan ga ik toch naar de hal en ga ik een wedstrijd spelen. Maar dat maakt dat ik wel echt de hele dag weg ben. En dus ook zometeen doei zeg tegen Lira en haar pas morgen weer zie. En wat ik nog wel leuk vind even om te laten zien. We gaan dus zometeen lunchen met z'n allen. En ons is gevraagd om allemaal iets te maken en mee te nemen. Nou ben ik absoluut geen keukenprinses. En dat wil ik ook niet zijn. Maakt me ook niet zo uit. Dus ik heb wraps gemaakt. En die meegenomen. Kijk, ik neem hem dan. Ik heb het gewoon zo gedaan. Meerdere wraps bij elkaar in een doosje. En heb ik, volgens mij heb ik sla. Sla kipfilet. En garland, dan kruidenkaas. Ik heb kaas, rosbief. Ik heb avocado, sla en vegan kipsaté. Dus deze neem ik. Oh, deze zit nog niet dicht. Ach, handig met één hand. Zo. Zet ik nu nog heel even in de koelkast. Want ik moet nog niet helemaal weg. Zo, in de koelkast. En dan neem ik die zo mee. Dus, ken je dit zo goed? Waar is Nijntje? Ze vinden het wel een beetje spannend. Oh, wat is er zo spannend aan? Nou, dat heb je toch eerder gedaan, Alira? We waren vanmorgen heel even aan het proberen dat we haar echt bewuster zelf laten spelen. Dus zonder ons. En echt gewoon denken, hey, hier, je hebt dit aan speelgoed. Ga maar even spelen, want ze is heel hangerig aan ons wat betreft spelen. En we willen ook gewoon dat ze echt meer zelfstandig leert spelen. Als ze ook alleen thuis, of niet alleen thuis is, maar zonder andere kindjes, zeg maar. Dus daar waren we vanmorgen even mee bezig en dat ging eigenlijk best heel erg goed. Dus dat gaan we af en toe gewoon blijven doen. Maar dan dit soort momenten, gewoon lekker spelen met papa, is ook heel erg leuk. Kijk, 1, 2. Kijk, dat vindt ze dan wel leuk, hè? Hem zelf verstoppen. Doei! Ja! Goed, ik ga nog heel eventjes, want ik moet zo meteen weg, even de laatste spullen bij elkaar pakken. En dan mijn gezin hier kussen en zo. En dan op naar een leuke dag. Goedemorgen, deze morgen. En ik heb mijn zonnebril hier niet. En het is heel fel af en toe. Dus sorry als ik er soms eventjes niet uitzie. Of als het beeld er gek uitziet qua licht. Maar ja, daar kan ik niks aan doen. Wij zijn nu even onderweg naar Patitoland hier in Houten. Kijk, Alira is ook. Oh, wat een gaap! Die had ik vastgelegd. want we gaan eventjes een ochtendje spelen daar. En ik wilde even van deze gelegenheid gebruik maken om te vertellen hoe gisteren de vrijgezellenfeestje was van mijn vriendin Marijke. Dat was super leuk. We gingen eerst lunchen. Hoor ik nou de muziek? Nee. Oh, de kerk. Ik dacht, ik hoor opeens muziek, maar het is de kerk. We gingen eerst lunchen in. Je moet naar links dus, Ries. Is het zwembad? Daar is het zwembad. Oh, het andere zwembad. Welk andere zwembad? Nou, grote zwembad. Meer in hout hoor. Ja, maar we zwemmen op één plek. Ja, en daar moet je naartoe. Maar als jij zegt het zwembad, dan denk ik aan het zwembad en niet. Maar wat is het zwembad? Ik ben nog nooit in een ander zwembad geweest hier. Oh, nee, oké. Het zwembad van Houten is daar bij. Bij Belorig. Daar als je daar die parkeert. Oh nee joh, daar zijn we toch nog nooit geweest? Nee, maar dat is wel het zwembad van Nee, Houten. Ries, als ik zeg het zwembad, is het zwembad waar wij zwemmen. Verder ken ik geen zwembaden hier. Maar, wat wilde ik zeggen? Oh, potverdruppels. Zo, dit is dus heel gek licht, het spijt me. We gingen lunchen in het park daar. Iedereen had hapjes meegenomen. En er waren dus wat zussen. Marijke heeft een heleboel zussen en broers. Wat zussen en vriendinnen. En schoonzussen waren er aanwezig. En super gezellig. Gewoon op een picknickkleedje in het park. Was super lekker weer. Dus daar hadden we echt heel veel geluk mee. Vervolgens gingen we een les krijgen in salsa dansen. Nou, iedereen die mij kent weet dat ik niet kan dansen. Maar dit was echt, echt heel erg leuk. Ik heb me echt onwijs vermaakt. En ik zei al tegen Richard, dit lijkt me echt heel erg leuk om samen te gaan doen. Ik had binnen 5 minuten spierpijn in mijn billen.
Want je gaat natuurlijk de hele tijd je stapjes opzij en dat soort dingen. Maar ik vond het echt heel erg leuk om te doen. En het was echt vermoeiend. Heel hard bewegen en lekker zweten in je normale kleren die we aan hadden. Maar het was echt heel erg leuk om te doen. Vervolgens gingen we naar de locatie waar we gingen eten. Nou, daar ging het een klein beetje gek. Want het duurde, het was een soort barbecue, maar het duurde wat lang. En ik moest eerder weg, ik moest op tijd weg. Want ik had besloten dat ik toch gisteravond mijn wedstrijd wilde spelen. Daar in de hoek is het dus. Maar ondertussen had je dat denk ik begrepen. Nee, ik wist het echt. Daar in de hoek. Ja, nu heb je het twee keer. Dan zeg ik nog een keer, daar in de hoek. Je kan ook rechtdoor, dan rij je er rechtop af. Je doet nu een beetje moeilijk. Okay. Maar goed, wat wilde ik zeggen? Ik wilde toch mijn wedstrijd spelen gisteravond. Wat om 9:15 was. Super laat, maar daarom moest ik om 7:15 eigenlijk toch wel recht daar rijden. En het eten, dat was dus een soort barbecue, maar voordat het allemaal klaar was en dergelijke en waar iets kon eten, was het al 7:00 geweest. Waardoor ik eigenlijk heel weinig heb kunnen eten. Maar, oh, ik had hem hier geparkeerd, want daar zijn geen parkeerplekken. Oké, ja, als ik dat wist, dan had ik daar Maar god, wij hebben echt een heerlijke relatie en communicatie zo. Hè. Dit is echt typisch ons hoor. Richard die niet praat en ik die te veel praat. Hey, jij bent degene die aan het vloggen is, dus. Maar dat goed. Is meestal. Maakt niet uit, we zijn er ondertussen ook. Ik heb uiteindelijk iets kunnen eten toen naar de wedstrijd gegaan. Nou, dat was geen. Ja, het was wel een leuke wedstrijd. We hebben goed gespeeld. We wisten dat we gingen verliezen, want we moesten tegen de nummer 1. We hebben er een van de tegenpartijen hebben er met 5 fouten die is uitgegaan, want het was gewoon te grof en te aanwezig. Maar we hebben verloren hoor. Auw, ik kreeg een schok van de deur. We hebben verloren, maar op zich wel goed gespeeld. Behalve dus die persoon die niet zo heel erg gezellig was. Maar goed, dat was een hele lange dag. En vandaag hebben we dus een dagje niet zoveel en dat is eigenlijk heel erg prettig. Ik zou eigenlijk deze ochtend met mijn CP-groep, met de Central Centering Pregnancy Groep, wat afspreken. Maar er waren te veel zieken, dus dat gaat niet door. Dus gaan we mee spelen en we gaan dus hier spelen. Kijk, daar is Patito Land en daar gaan we even spelen deze ochtend. Alira, heb je er zin in? Ja, zegt ze heel voorzichtig. Nou, dan gaan we uit de auto. Let's go. Nou, dit ziet er toch echt tof uit zo. We gaan zo nog wel even in detail. Maar kijk hoe hoog. Helemaal tot aan het dak. Super tof. En Alira waren we al kwijt. Kijk, daar beneden zit ze te kijken naar andere kindjes. Hey, is het mooi? Klimmen! En nou nog helemaal tot boven. Maar daar zover komen we niet, hè? Go, Ries. Je kan het. Je kan het. Heb je de verkeerde broek aangetrokken hiervoor, meneer Van Leeuwen? Oh, soepel. Soepel, soepel dit, jongens. Ja. Wat doet papa nou? Is mijn sok ook uit de zak gekomen? Ja, ja, maar dat mag helaas niet. Je moet het sok aanhouden hier. Ja, hygiëne natuurlijk. Ja, als je bij Jump Square in Schinnieuwegein, dan zit dan blindenpark en echt een sokken met van het rubber aan de onderkant. Oh ja. Grip hebben. Dan is het heel aangedaan. Ik heb er een paar van, volgens mij. Of misschien ook terug. Alira, hier gaat de trap op. En ze gaat opeens kruipen. Ja. Ineens kruipen in plaats van lopen. Nee. Gaan we die glijbaan proberen, Alira? Wil je naar boven? We gaan daar glijden. Gaan we naar boven, gaan we kijken. Met papa de glijbaan af. Kijk, we hebben de glijbaan gevonden. Gaan we daar af met z'n tweeën? Drieën, sorry. Oeh, het is best nog een steile glijbaan. Jemine, nee. Wacht, ik ga jullie even omdraaien. Dan gaan we zitten. Ik kan hier niet leren tussen mijn benen hebben, dat is gewoon te smal. Oh, gaan we met z'n drieën in de glijbaan? Goed, vasthouden hè, ik film jou, jij bent het leukste. Ja, dan gaan we zo. 1, 2. Oeh, hij is best wel stijl. Holy moly. Gewoon, jij vindt het enger dan dat Alira uitging. Dat ging stijl, man. Jeetje, ja. Wel echt leuk. Wow, ja. Vond je het leuk? Oh, hier is een afstapje. Voorzichtig. Oh, poink. En weg ze. Dag.
Ons tweede kind hoor. Ga je lekker, meneer Van Leeuwen? Ja hoor. En ondertussen gaat mevrouw Van Leeuwen er vandoor. Kan je daar tussendoor? Past dat? Ja, dat past. Even wringen. Lukt het, lieverd? Ja, zitten je billen vast? Oepsie, mama helpt. Nee, oh, nou, gelukt. Ik had niet hoeven helpen. Zeg, doe dat in je eigen tijd. Het is een balletje, er zit een klein gaatje in en dan... Oh, zijn we nou weer hier? Je bent een beetje donker. We zijn weer buiten. Oké. Kijk, Alira krijgt plezierles. Lekker leren hoe je moet spelen. Ja, dat kan jij. Hoppa, ploef. Ja, achter mama aan. Die staat erop. Mama krijgt een duivel tegen zich aan. Nee, bijna, bijna. Zo zag het er niet uit. Ja, ja, ja. Ik doe gewoon zo, dan zien jullie ons niet meer. Alira, is het leuk? Volgens mij is het veel te leuk om te reageren. Doei! Kom maar, lieverd. Hey, gaan we nou helemaal naar de andere kant? Kom, oh, gosje. Hier kunnen wij niet doorheen, denk ik. Oh. Net aan. Alira, kijk hier zo. Ja, jij wel. Jij bent wel kleiner, hè? Dat past makkelijk, hè? Nu papa nog. Ja, ik ben er doorheen. Ja. Oh, oh, Alira, wat ben je snel! Wat ben je snel! Ik ben zo bang dat er opeens gaten zijn. Kijk, te rennen. Oké, Alira, even wachten, 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 wachten. Kijk, hier is dus een gat. Kom op. Even wachten, lieverd. Nee, wacht, wacht, kom eens hier. Kom eens. Zitten, vasthouden, vasthouden. En... Oh, jullie zijn wel een beetje donker tegen het licht in, maar oh, dat gaat wel goed. Kijk, je lachen. Ja. Alira is thuis ook al bezig met het spelletje dat ze gewoon rondjes gaat draaien totdat ze duizelig wordt en omvalt. Ja, nou doen wij het maar voor haar. En toen dacht ze, wow. Dit is te veel. En dan nu eigenlijk lopen en dan is het boem. Dat is inderdaad minder stabiel dan normaal. Ja, inderdaad. Ja, optie. Oké. Wil je die ook nog? Ga maar zitten op je billen. Oh, er is er nog één. Oh, gewoon zo is ook leuk natuurlijk. Ja, wil je erop zitten? Gewoon een ding draaien. Wil je zitten? Oh, nee, nee. Oké, dat is een nee. Top. Kijk, hebben ze ook nog een heel groot... Of groot, want het is mooi groot vind, maar... Een ballenbak en... Ja, wat zijn die, dat soort dingen? Stokkiebak. Met leuke brug. Gaan we hier spelen? Ja. Mooi, hè? Dat is toch wel heel erg leuk zo. Alleen ouders en ballenbakdingen gaat altijd overal opstaan. Hey, klimmen? Klimmen, klimmen. Oh, dit is zo lastig, hè. Goed bezig. Goed zo. Ja, wat doe je dan goed, lieverd? Kijk, hoe handig. Ik ben net een paard. Goed zo. Oh, oh, oh. Nou, dat ging wel goed. Ja, goed zo. Heel mooi op. Wat ving je dat goed op, inderdaad. Goed gedaan, lieverd. Kijk nou, ze hebben hier zelfs een hele verjaardagplek. Ben je jarig, Lira? Nog niet, nog 2 maanden. Ga maar zitten daar. Mooie stoel, hè? Kijk, en nou ben jij... ben je jarig? Superleuk dit. Kijk, dan staat er ook echt daar zo verjaardagplek. Is niet heel goed zichtbaar zo. Maar ook hier een hele tafel versierd voor de jarigen en zo. Met een gigantische, hoe heet zo'n ding? Discobal. Super tof. Leuke plek weer hier. Kijk, ze hebben dus ook zo'n heel parcours met allemaal van die eendjes. En het gaat rond. Maar we hebben geen idee of we leren dat misschien wat spannend vindt. Dus we gaan het gewoon proberen. Kijk, dat was wat. Oeh, oeh.
Ik weet niet of ik dat wel wil. Ja, wacht. Ik hou er vast en dan gaan we eerst al zitten, ja? Ga jij eerst zitten, geef ik haar aan naar je. Ja, dat is een goeie. Zo. Kijk, en dan gaan we fietsen. Niet te snel. Jij hebt langere benen dan ik. Dan kun je de voeten zo naar voren doen, hè? Ja, oh zo. Ja, oh god, dat ding gaat opeens strakker. Hé, hey. Zit er in het eentje, Alira. Vind je dat mooi? Zit hier helemaal hoog, hè? Want daar waren we net. Daar beneden. Gaan we een rondje langs. Leuk, liefheid. Hé. Hey. Leuk. Ja, waar zijn we dan allemaal, hè? Superleuk dit. Ja. Kijk, dan zijn we allemaal boven. Ja, dan zie je daar beneden, zie je de verjaardagsplek. Kijk, en net waren we daar aan het klimmen. Ja, en hier. Ja, hier zijn we net geklommen. Hier zijn we net geklommen, goed Nederlands. Ja, toch? Of niet dan? Hier hebben we net geklommen, vergeten. Oh, oh ja, hier zijn we net geweest. Ja. Ja. Ah, dit is een heel klein hokje, dus sorry voor het dichtbij beeld. Papa heeft zijn loungeplek gevonden hoor. Ja, hier zou ik best wel een hoofdje kunnen doorbrengen met een boekje. Ja, nou ja, oké. Okay. Alira niet. Oh, die heeft eigen loungeplek hier, want hier is er nog eentje. Lukt dat, mevrouw Bips? Gaan we liggen daar? Of niet? Oh, nee, toch niet. Nou, dan veel plezier hier in je eentje. Doei. Kom maar, Alira, kom maar. Hij mijn pap? Nee. Alleen maar door en door. Alleen maar door alle gaatjes heen, want hè, daar is het voor gemaakt. Handig hoor, die plek is zo. Ja. Heel leuk. Kijk, er zijn hier ook een heleboel trampolines. Nou is dat wisselend hoe leuk Alira dat vindt. Dus we gaan het even proberen. De ene keer vindt ze het wel leuk en de andere keer weer niet. We moeten wel samen springen natuurlijk. Oh kijk, het lijkt volgens mij goed te gaan vandaag. Wauw, springen! Oh, liet ze jou los of liet je haar los? Nee, ze liet mij los. Oh. Ik liep gewoon weg. Ga maar springen, Alira. Nou, papa salto. Oh. Oh, dat kan niet. Ja, is niet toegestaan om te springen. Oh ja, Chips, ons tweede kind hier. Goed zo, ja! Oh, boem! Hey, goed gedaan. Oh, maar ze doet het wel. Ook zelf dus. Ja, springen. Goed zo. Wat knap van jou, Alira. Nou, we gaan nog even lekker hier verder spelen bij Patitoland in Houten. Maar we gaan even zonder camera nog verder spelen. Want gewoon even quality time met z'n drieën als gezin. Later. Kijk, we zijn even naar de schommels gegaan, hè? Opa en oma die zijn net langs geweest. En toen gingen we even met z'n allen naar buiten. Opa en oma gingen weer naar huis. Gingen wij schommelen, hè? Alira, is het leuk? Hallo? Denk het wel. Ik ga nog harder. Zo, gaan we ook nog even klimmen? Laat me zien, Alira. Hoe goed doe je dat? Oh, ja, dat kan ook. We zitten lekker in de kattenbak hier natuurlijk. Ja. Kiek kiek! Abba, laat die maar liggen. Alira, ba. Ba. Alira, ba. Laat maar liggen. En door. Ga maar staan. Goed zo. Hey, klimmen? Net goed. Klimmen. Hey. Hallo. Alira. Kiekeboe. Kom je er doorheen? Denk het niet. Oh, de onderdoor. Ja, laat hem maar. Oh, of niet. Nee, ik help er een klein beetje. Ja, maar dat hoeft niet, want het lukt er zelf ook wel. Oké, nou, dan goed zo. Dan kun je niet helpen. Zo, het is het einde van deze zondag. Het was gewoon een lekker relaxte dag met ons gezin. En nu staat er pizza op het menu. Alira die ligt al een poosje lekker op bed. Die heeft ook gewoon een hele goede dag gehad. Super fijn. Maar morgen begint weer een nieuwe werkweek. Ik ga weer terug aan het werk nadat ik vorige week een paar dagen ziek was. Dus dat betekent dat we ook lekker vroeg op bed gaan. En, want het is al vermoeiend genoeg het werken allemaal. Dus ik ga deze vlog afsluiten nu. Dankjewel weer voor het kijken. En ik zie jullie heel graag weer met de volgende. Doeg!